Goedenavond en welkom bij de Po Nieuwsflits. Met vanavond onder meer aandacht voor Rusland, dat zich volgens de Amerikanen actief heeft bemoeid met het Oekraïne-referendum en de doodsbedreigingen aan het adres van de zanger van een anti-Silvana-liedje. Maar we beginnen in Breda, waar vandaag rapper Boef terecht stond voor het beledigen van een politieagent. En daar bleek Boef plotseling een stuk minder spraakzaam. Omdat ik tegen de recherche heb gezegd, ik neuk jouw dochter. Maar het is ook zo. Ik neuk haar. Ja. Een werkstraf van 100 uur te vervangen door 50 dagen zitten als meneer die werkstraf niet voldoet. En 2 weken gevangenisstraf, maar die geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Kom op. Kom op vandaag. Kom op, kom binnenkort uit. Hoe heb je vandaag ervaren? Check mijn album. Oh, een gewelddadig vriendje ben jij. Voordat de rechter heeft besloten wat het oordeel was, heeft Boef de rechtbank al verlaten. Want hij moest naar de studio een nieuw plaatje opnemen. En dan was daar vannacht opeens de Amerikaanse senator Marco Rubio. Tijdens een hoorzitting over de Russische invloed op de Amerikaanse presidentsverkiezingen liet hij tussen neus en lippen doorweten dat Rusland zich ook actief heeft bemoeid met het Oekraïne-referendum. Ja, en dat scheelt natuurlijk om uitleg van een van de hoofdrolspelers. Jaroski! De agent van FSB? Ja, dat klopt. Hoe lang al? Nou, eigenlijk toen het nog de KGB was, werkte ik er al. We've seen these active measures employed in the Dutch referendum, in the Brexit vote, in the Italian referendum. Wat vind je er nou van dat Rubio nu heeft gezegd dat er Russische inmenging is? Jij bent het voorbeeld ervan. Nou, dat is grappig, hè? Dat zijn dezelfde mensen, dat zie je ook in Nederland, die nu het altijd over fake news hebben. Alleen als het ze uitkomt, dan boeren ze dit soort onzin de lucht in. Wij bij geen pijl hebben geen cent ontvangen en ook geen hulp. Nooit stiekem een zak geld naar je toegeschoven gekregen? Nee, maar dan had ik ook wel andere keuzes gemaakt in het leven, denk ik. En we blijven nog even bij Rusland, want vanochtend ging een groot deel van het Nederlandse leger op transport richting Polen voor een grootscheepse NAVO-oefening. Volgens de critici een regelrechte provocatie aan het adres van president Poetin. Al willen de Nederlandse strijdkrachten daar liever niets over kwijt. Denk je dat Poetin onder de indruk is van jullie? Ja, daar ga ik niet op antwoorden. Beetje indruk gaan maken op Poetin daar? Ik denk niet dat de bedoeling is. Niet gelijk geschiet op die Russen, hè? Ja, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Is toch geen oorlog in Polen? Nee, gelukkig niet. Maar waarom gaan jullie erheen dan? Ja, om te trainen, om beter te worden. Gaat u Poetin een beetje imponeren? Nou, ik denk wel dat de oefening met buitengewone interesse gevolgd gaat worden. Ja, dus gewoon stoer doen naar Poetin. Nee, wij oefenen om beter te worden. Ja, en indruk maken op de Russen dan, denk ik. Nou, als dat bijvangst is, is dat prima. Een kelder van 28 vierkante meter voor maar liefst €275.000. Het kan alleen in Amsterdam. Voor hetzelfde geld krijg je buiten de hoofdstad gelukkig nog wel wat extra vierkante meters. Zoals in Friesland bijvoorbeeld. Wat kun je hier krijgen voor €275.000? €275.000, daarvoor koop je een kosterswoning met een hele mooie kerk. Een kerk? Een kerk. Halleluja. Hoe groot is die kosterswoning? Die kosterswoning is ongeveer 75 vierkante meter. Zo, die is al 3 keer zo groot als die hele kelder. Ja, absoluut. Halleluja, halleluja, halleluja. Hoe groot is de kerk? Die kerk is 500 vierkante meter. En die krijg je er ook bij, dat orgel? Het hoort er allemaal bij. De preekstoel, helemaal zoals de kerk hier staat, kun je hem kopen. Het staat in schril contrast met de 28 vierkante metertjes onder de grond. Ja. Maar stel nou dat je hier een paraclub in wil maken. Ja, dan moet je toch eens even bij de gemeente moet je vragen van wat vinden jullie ervan? Dus je kan hier geen paraclub beginnen? Ik denk het niet dat ze dat liever niet hebben. Nou ja, maar dan gaat het niet door. Net als veel andere mensen heeft ook burgemeester Fred Veenstra van de gemeente Friese Meren besloten het jaar maar eens goed te beginnen. En dus heeft hij zichzelf een gebaksverbod opgelegd. Ik zie hoe ik eruit zie, dus dat moet anders. Hoe komt dat? Veel op bezoek gaan. Veel op bezoek bij mensen die bijvoorbeeld 60 jaar getrouwd zijn, mensen die 100 worden, openingen, andere feestjes. Overal krijg je gebak aangeboden. U bent de taart zat? Ik ben de taart niet zat, maar ik merk dat het minder kan. 5 kilo in een jaar tijd, dat is al heel veel. Wat gaat u doen? Ja, minder eten. En de secretaresse gaat ervoor zorgen dat er nergens meer gebak staat als ik ergens kom. De maker van het carnavalsliedje Silvana, daar moet een piemel in, is met de dood bedreigd. En dus heeft Johnny Gold nu besloten het nummer enigszins te kuisen. Ik heb de piemel weer mee teruggenomen. We hoorden het. Vannacht zat hij er even in, maar ik zeg tegen het meisje, ik neem mijn neus. Daar moet een piemel in,
Ja, daar moet een piemel in Silvada. De reacties waren dat je aan een viaduct moest worden gehangen. De wereld zou maar het beste af zijn. Hè, dat ik hing over een viaduct van de A27. Hoe kwam je op het idee om het liedje te maken, Sylvana, daar moet de piemel in? Omdat ik vind als een mevrouw, zoals mevrouw Simons, dingen over onze cultuur loopt te roepen, dat ze daar ook een hele hoop mensen met kwetst. Dan denk ik van, ach, mevrouw Simons, als u nou eens wat meer lekker gewoon ouwetsie, lekkere seks hebt. Misschien dat u na de daad wakker wordt, dat u denkt, oh, wat ken mij die Zwarte Piet en een fuck schelen. Dat was hem alweer. Voor de volledige video's ga je naar poon.tv. Tot morgen.